Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en ik ben weer terug. Ik lag er goed vanaf. Ik had geen stem meer en ik kon geen video's meer opnemen. Dus sorry dat ik even ziek was. Ja, kan er niet zoveel aan doen. Maar gelukkig voel ik me weer bijna zo goed als beter. En gaan we weer lekker knallen. Er komt nog een video van het Falcon Event in Oostenrijk online. En ja, dat is echt super vet geworden. Die video wordt ook mega vet, dus kijk daar zeker naar uit. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat eventjes. En zet het belletje aan, zodat je geen video mist. Hopelijk komt morgen, dus wanneer deze video online staat, morgen, weer career mode. En dan kunnen jullie daar ook weer van genieten. Maar ik ga lekker nu eventjes rank doen. We gaan 2 keer een race van 5 laps doen. Dus vind je dat een leuk? Smash op dat blauwe duimpje omhoog. We zijn ready. We gaan rijden op Silverstone in Engeland. En de kwalificatie gaat zo meteen beginnen. Allemaal S-rating. Dus ik heb er zin. One shot kwalificatie. Let's go. Voor het onzekere. Toch maar eventjes een liftje doen. Lijkt wel alsof die anders draait. Sta ik wel op mijn... Oh, ik sta nu op mijn Formule 1 instellingen. We zijn niet de snelste. Volgens mij kun je dat zien op je minimap, zeg maar. De trackmap. Oh jeetje. 1,27. We hebben 1,30. 3 seconden langzamer. Godverdamme. Ik moet me schamen. Jongen, 5e. Niet al te best. Alright. Daar gaan we dan. Huppatee. Meteen een plekje weten te pakken. En hier de nummer 1 en 2. Die knallen tegen elkaar op. Omdat eentje niet goed wegkwam. En de andere niet goed was aan het opletten. 1,5 ravage en chaos. Voor de eerste bocht. Nou, meestal denk je toch dat het gebeurt in bocht 1. Maar nee hoor, voor bocht 1 kan het ook al fataal fout gaan. Zoals je hier ziet. En zo zijn we van P5 naar P2 gesprongen. Dat is niet een verkeerd beginnetje. En nu gaan we spelen met onze ERS. Dus we hebben net een rondje hotlap gedaan om een beetje van de andere gasten weg te rijden. Maar dat kunnen we niet alleen maar volhouden. Dus daar moeten we eventjes rustig aan mee doen. Oké, maar we lopen op zich, we lopen wel wat uit. Oké, hier konden we veel sneller doorheen. Loopt hij meteen ook een stuk in. En daar gingen ze. Oké, clear. Wat gebeurde daar? Ik heb niks gezien. DRS is enabled. Ik lig 3,8 seconden van de nummer 1. En die gast achter mij zit meer dan een seconde achter mij. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken om DRS. Maar we moeten natuurlijk wel blijven pushen om sowieso dit podium te behouden. Maar hopelijk echt die tweede plek. Dat zal wel een mooi resultaat zijn. Die nummer 4, die komt mij veel te hard deze kant op. Dus ik hoop dat we gewoon in deze plek kunnen houden. Oh god. Daar hebben we hem hoor. De killer. Hij komt ons halen. We gaan de laatste ronde in, dames en heren. Het was vooral chaos in het begin. En dan achter ons. De rest van de race hebben wij consistent zitten rijden. En nu moeten we de laatste rondje even volhouden. Maar dat gaat wel goed komen, denk ik. En gaat het hem lukken? Nee, volgens mij hebben ze contact gehad. Oh my god, jongens. We hebben gewoon die tweede plek. 1,7 seconden voor de nummer 3. En de nummer 4, ja, die heeft denk ik net een laatste crash gehad. Ja, want hij valt zelfs terug naar P5. Helaas maar waar. Maar wij hebben mooi die tweede plek binnen weten te slepen. Dus smash de blauwe duimpje omhoog. En dan gaan wij door naar race nummer 2. Master rank gaat omhoog. Safety rating. Die blijft 100. Nee! Shit, dat is niet zeg maar een van mijn favoriete tracks, maar hey. We moeten er toch op gaan racen. Brazil. Shalalalalalala.
One shot quali, ja ja ja. Ik moest even goed kijken dat ik daar niet een corner cut pakte meteen in bocht 1. Want die zijn echt verraderlijk. Dan wil je gewoon snel. Maar dan gaat het helemaal niet zo snel. De eindsprint naar de finish. Waarom had ik mijn DRS niet open? Dat weet ik ook niet. Oh my god, die killer kralen is veel te snel. Ik hoop dat hij meteen weer eraf crasht. Verdorie. Vierde wel. We hebben beter dan de vorige keer. Oh my god, kijk het verschil tussen mij en nummer 5. Haha, jezus. En daar gaan we dan, dames en heren. Licht uit en daar gaan we. Die killer heeft gewoon echt een verlepte start. Iedereen gaat wel een beetje... Oeh, fuck, killer. Ja, ik kan niet anders. Ik kon niet anders dan over de curb daar. Ik weet dat je sneller bent, dus... Ik gun je deze. Oh my god, ik word van beide kanten geduwd. Jezus Christus, die hebben we overleefd. Maar andere mensen hebben hem niet overleefd. Oei, nummer 1. Van de baan af. Ik weet niet of Killer dat zelf deed. Omdat hij, daarom Killer heet. Of dat het... Zijn eigen fout was. Oh, fuck. Mijn achterkant brak uit. Ik merk dat ik ook aardig op de limiet zit. Oké. Hij zit minder dicht achter me dan ik dacht. Kom op! Gassen met die hop! Oké, hij gaat meteen aan de binnenkant. Als je maar ruimte houdt, vind ik het allemaal prima. En dan zit weer achter me. Very nice, very nice. Good fight. Oké, kut. Nu heb ik het hier een beetje fysiek voor mezelf misschien. Maar de nummer 4 komt er zich ook mee bemoeien. Dus we hebben een lekkere strijd hier om de tweede plek. En nu komt hij toch weer wat dichterbij. Ik pak de binnenkant. Ik heb de binnenkant, jongen! Hij gaat buitenom, net als Max Verstappen. Oh my god, wat een actie! En ik schiet weer helemaal eraf. Maar ja, wij hebben nu DRS. Dus dat is voordelig. En kijk ons inlopen dan. Ja, moet je wel fucking ruimte houden, pannenkoek! Oh my god, man. Zo stuur je toch geen bocht in. Je weet dat ik er zit. Je weet het. Je kiest de buitenkant. Dan kun je niet de apex hitten, maat. Dat kent gewoon niet. Maar volgens mij zijn we nog heel... Maar ja, wij zijn even van de tweede plek afgekegeld. Door meneer ik stuur van buiten op de apex in. Ik heb nog grip. Somehow. Volgens mij... Is onze vleugel nog heel? Volgens mij is die van Rovan niet meer heel. Oké, we lopen lekker in. Maar ik ga het niet hier doen. Oh, meneer! Die gaat het wel hier doen. Zo, die kwam van ver. Die denkt, hey, duif op! Yo, kom eraan! Wow! Oh my god, dat was echt supersonic. En nu moeten we hem pakken. Dan gaan we weer de laatste ronde in. Scheiße man, ik zie het podium rijden. This is your final lap. Final lap of the race. Oi. Heb ik die bocht... Oi. Big oi. Kiel van hier komen. Hier. Hij is zo dichtbij. Had me een ronde extra gegeven. Of niet een pirouette in de lucht. Shit man. We reden zo hard op hem in, hè. Zo hard. Het geeft een penalty. Please. Nee. Waarom? 2 seconden.
Jammer joh. Nou, 40 start, 40 geëindigd. Kan er niet veel meer van maken. Rewards, Master Rank. Gaat weer lekker omhoog en de safety rating blijft hetzelfde. En dit was de video voor vandaag. Vond je hem nou leuk? Smash even op dat blauw duimpje omhoog en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video, jongens. Later!